Deze week in Amsterdam het Imagine Film Festival. En als je nou meteen denkt, Imagine Film Festival, wat is dat nou weer? Nou, dat is eigenlijk geen nieuw festival, want het is gewoon het Amsterdams Fantastisch Film Festival. Maar dat heeft zijn naam veranderd en niet voor niks, want de nieuwe directeur, Phil van Tongeren, wil laten zien met de naam Imagine dat het eigenlijk veel meer is dan alleen maar horror en hakken. Goed voorbeeld daarvan is de Zweedse vampierfilm Let the Right One In, over een nogal zielig jongetje dat wordt gepest en nogal alleen komt te staan en dan hulp krijgt onverwachts van een bijzonder vampiermeisje. Een hele ingetogen, ja, bijna, nou ja, sneuwe film, maar dan in de goede zin van het woord. Är du vampyr? Hade du tyckt om mig ändå? Maar de echte horrorfans, de fans van het gruwelen en de slashermovies, die kunnen ook gewoon naar Imagine blijven gaan. Want er is bijvoorbeeld een belangrijk programma, Energy in the UK, met nieuwe Britse horrorfilms. En er is ook een hele bijzondere Franse horrorfilm, Martyr, het echte betere hakwerk. In een chambre froide. Elle vivait là. Elle n'a pas été violée, c'est une certitude. Lucie ne raconte pas ce qu'elle a vécu. Pourquoi tu crois qu'on a besoin de toi? Lucie, vous voulez attraper les gens qui ont fait du mal à Lucie? C'est ça, Anna. Imagine dus. Ga er gewoon naartoe en vergeet die naam, want die doet een beetje denken aan John Lennon natuurlijk. En aan een of ander PR-bureau. Doet er niet toe. Het festival is gewoon nog even leuk als altijd.